Zeer, zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Riemet. Ik heb redelijk laat lang geslapen, omwille van ik heb gisteren toch een tamelijke rit nog achter de rug gehad van Euro Truck Simulator. Oh, ik begin het gewoon weer kapot te spelen. Hè. Ik begin het gewoon kapot te spelen. Maar nu, portefeuille gaan pakken. Ik ga nu richting mijn schatje toe gaan. Ik heb zelfs al niets gegeten. Maar als ik nu nog ga eten, ja. ben ik nog veel later bij haar, maar ja. Ja, dat wil ik niet. Dan ga ik wel zelfs wel brunchen. Oh, dat heeft deugd. Dus, eens even kijken, hè. Wat hebben we? Oei. Ik zie weer een ding, ja. Ja, oké. Okay. Dan mag ik hier weer al dat sluiten. Dan weet ik niet wat ik samen met haar nog ga doen. Ik heb echt geen plannen. Ik heb echt geen plannen. Ik zeg eerlijk toe, ik heb geen plannen. Allee. Maar ja. Oh, ik heb zo juk. Voilà. Maar alles is al opgestart. Dus ik ga hier ook Steam opzetten op mijn computer. Dan staat hem ook al klaar als ik zelfs wil gamen of zo. Momenteel de games die ik heb, ga ik weer al niet allemaal eens afnoemen. Oeh, topspin. 2025. En ik speelde vroeger heel graag tennis. Tennisspelletjes. Dat speelde ik wel graag, eigenlijk. Tennisspelletjes. Topspin 2025 Grand Slam Edition kopen. 119,99 €. What the fuck? Ja, ze zijn echt nu via de games echt geld aan het verdienen. What the fuck? Oké. De reis over Oresenbrug tussen Kopenhagen en Melio heb ik gisteren dus ontgrendeld, zie ik hier. Ik heb al 14 van de 87 dingen al ontgrendeld van Euro Truck Simulator. Dat is al leuk. Leuk. Ik zie hier, wacht hè. Even kijken, carrière. Schat, ik ben thuis. Gebruik snel reizen om terug te keren naar je hoofdkantoor. Want dan gaan we dat ook wel eens binnenkort doen. Mijn lieveling. Breng je op je vrachtwagen een zelfontworpen meerkleurige metaallak aan. Ah, oké. Okay. Ervaring verslaat alles. Voltooid leveringen met elk type oplegger. Machines, ADR, bouwmaterialen, bulk, containers, breekbare, gekoelde en vloeibare vracht. Amai. Is er nog iets heel leuks van bijvoorbeeld land? Ik ben een GPS. Ontdek meer dan 60% van de map. Daar ben ik ook momenteel mee bezig. Werken met de elite. Behaal 100% productiviteit voor minimaal 5 grote garages op hetzelfde moment. Ben ik ook aan het proberen los te krijgen. Toerist, daar heb ik al 3 van de 27. Ontdek alle Scandinavische steden. Scandinavië DLC benodigd. Dus die DLC heb ik, dus daar ben ik ook mee bezig. Dan heet onder de voeten bezoek de Tana en Vesuvius vulkanen. Vesuvius vulkanen. Dat kunnen we misschien ook wel eens later eens doen. Een Euro Truck Simulator. Dus er zijn nog zoveel dingen te doen in Euro Truck Simulator. Dat ik ook nog wel samen doen met jullie.
Ik heb er nu eigenlijk al goesting in, maar ik kan nu niet omdat ik heb afgesproken met mijn vriendin. Oh, ik wil echt. Ik wil gewoon spelen. Ik wil gewoon gamen, gamen, gamen. Amai, mijn DLC's beheren. Ik heb er 27. Cool. 27 DLC's. Yeah. Betas. Oeh, dat zijn redelijk wat betas. Ja, en ik heb ook wat workshops modellen hier ook in staan. Ja, dus ik ga ook nog binnenkort nog zoeken nog wat naar meer YouTube truckers. Daar ga ik ook dan meer rondrijden. Ik wil ook nog zien rondrijden ook met jullie trucks, als jullie het er zelf maken. Of hebben jullie iets heel leuks of zo, laat het mij dan echt in de reactie weten waar ik het kan downloaden of stuur het op naar info@cyclotv.be. Voilà. Tot later allemaal. Jojo, dan kijk ik nu vertrekken naar mijn schatje. Hoi hoi. Laat het in de reacties weten welke leuke skins dat jullie eens willen zien op Euro Truck Simulator 2. Met welke een vrachtwagen dat ik moet gaan rijden. Laat het even weten. En misschien rijd ik er wel weer rond. Want ik rijd nu rond met de Knol Power. Een vrachtwagen van Enzo Knol. Daar rijd ik niet mee. Maar als jij zegt van... als je zegt van ik kan ook wel een eigen skin maken van Cycle TV, mag dat ook altijd, hè. Dus laat uw fantasie op de hol slaan. Maak leuke skins van op Euro Truck Simulator 2. Dus paint skins. Dus dan komt dat wel allemaal wel goed. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Ah, jullie zijn er al. Ho, ho, ho. Kijk eens, Carrefour zijn we hier aan beland. Even haar deur nog sluiten. Ja, alles is gesloten nu. Dag kijkers. Ja. I'm back. Yep. And I'm so happy about Timmy. Yep. En het is ook zonnig, hè? Day. En het is ook zonnig, hè? Ja. Oh. Lekker sunshine. Ja. Lekker op stap. En waarom doe ik nu wel Engels? Want ik snap. Snap dat ook niet. Ik heb gisteren ook Engels gepraat in mijn livestream. Maar jij begint nu ook al in één keer in het Engels. Hoe creepy is dat? Ik heb een livestream niet eens gezien. Ah. We zijn hier nu onderweg naar de slotenmaker. Die heb je hier dus ook in de Carrefour. Dat is handig. Er is geen sleutel kapot, kijk nee. Eens, maar alleen dit. Dus ik kan hem niet rond mijn sleutel langer doen en dat stoort me. Yep. Allee mensen, we gaan jullie nu laten. Tot zelfs allemaal. Yo, 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 yo. Zo mensen, kijk eens wat ik eens heb eens gekocht. Eindelijk de stuur voor de Euro Truck Simulator 2 te kunnen spelen. Nu alleen nog een pauk kopen. En dan is het klaar. Wat ook nog geweldig is, weten jullie dat jullie vroeger, sommige kijkers, op Discord weer reclame maken van dit hier? Weet jullie het nog? Amai, maar die staat hier wel redelijk dichtbij. Maar manoeuvreren voor binnen te geraken. En nu, go, go, go. Zo, let's go. Hier bij mij thuis aangekomen. Wat een bevalling om uit te geraken. Dat ook nog eens. En mijn geburen heeft toch al een aparte nummerplaat, 404. Dat is zo'n errorcode. En nu ga ik thuis binnen. Ga ik even kijken hoe ik dit allemaal moet monteren op mijn bureau. Daar heb ik ook nog niet bij stilgestaan. Want daar neemt ook plaats in. Lukt het, schatty? Mm-hmm. Okay. Rustig, maar het gaat. Zo, in de schaduw is het toch nog wat frisjes, maar in de zon is het heerlijk.
Jong. Ja, ik heb hier allemaal luizen in. En daar heb je een schatje. Waar laten we schieten. Maar de lip blijft zo lang weg. Hè. Ik zag uw schaduw. Ja. Oh, je voet dat tegen. Dank u, lieverd. Graag gedaan, lieverd. Voilà, ze. We gaan het doen. Dus... Kijk eens wat uw lieve schat voor u gekocht heeft. Ja. Oh, Pikachu! Ja, Pika, Pika. Jij hebt het al gezien met de kijkers. Ja. Ziet er zo mooi. Help je er maar uit aan zien spelen. Ik ga het even inboxen. Ik ga het zo even doen. Ik kan het opzien zien. En ik zei, schat, ik zie iets staan, want ik kan misschien al hebben. Oh, maar dat is nog mooi en ook nog. Kijk eens hier, mensen. Wauw. Dat hadden we niet verwacht, hè, dat die zo mooi was. Nee. Ik zei toch, dat is één van uit de duizenden gouden. Ja. Merci, schat. Echt waar, heel veel merci. Maar ook wel af en toe uit drinken, hè. Niet alleen meer uit die grote dan, hè. Dat niet, nee. Oh. Maar nu het grootste cadeau. Ben Stuur. Dat ziet er misschien niet uit, schat. Maar misschien vind je dat ook weer wel mooi. Waar ik wil zeggen. Oké. Als je die papieren. Ja. Die doos moet heel blijven, mensen. Waarom? Als het niet compatibel is met, met Eurotruck Simulator, kan ik het nog altijd terug doen. Oh, dat is schoon. Dan kun je die ook als souvenir houden, hè? Ja. Voilà. Die... Want als ik kapot val, dan zou ik misschien boos zijn. Dat is ook wel waar. Voilà. En ik weet dat dat kan gebeuren, maar dat... ik wil niet boos worden, gewoon. Voilà, nog een keer. Hier is hem dan. De stuur. Met de bijhorende pedalen. Hell yeah. Is het goed zo? Of oh, dat is voor een automatiek. Schat. Ja? Is dat goed zo? Ja, dat is al heel goed. Dat is voor automatiek. Automatiek. Automatisch. Dus zo die kan ik. Ja. Dus die kan ik hier zo zetten. Voilà, check. Dan nog mijn stuur. Ah, hier is nog iets. Ah, voor het vast te maken. Het is de eerste keer dat ik zoiets gebruik, hè, mensen. Dus schiet me niet dood. Schiet me niet dood hoe ik het. Ik zie hier ook al twee USB-poorten. Oh. En twee verschillende nog wel. Jee. Waar is mijn... En hier voor je neus, vinger voor je neus. Ja, voor haar neus. Voilà, hier is hem dan. De stuur is even kijken, hè. Dat is hoe je die moet installeren op de Nintendo Switch. Hoe je die moet installeren. Dat is toch gek. Hopelijk is hem compatibel met de computer. Kijk, dat is toch gek. Ja. Dat ik dit nou ook heb nu. En die heb ik meebetaald, hè. Ja.
Maar die heb ik mee betaald. Die heb je mee betaald, hè? 50 cent. Ah, dat wist ik niet. Dus nu heb ik eigenlijk er twee. Ja. Voilà, die kabel is los. Is dat de rekening? Ja, normaal gezien wel. Ja. Dus en nu nog kijken hoe ik die dus hier dus aan vast moet monteren. Want dat is een hele bouwpakket, zie ik. Amai. Ik eens open draaien. Die moet zeker hier zo onderaan in. Ja, zie je dat? Voilà. En dan monteert je dat dus gewoon zo aan je bureau. Eens even kijken, hè. Ik pak jullie wel mee. Hupsadree. Het monteren op mijn bureau. Holy shit, wat ga ik dan monteren? Ik heb bijna geen plaats meer, mensen. Deze. Wat dan? Ja. Holy shit. Mijn poot is hier bijna helemaal. Oh. Schroefje los. Waar? Bij de tafel? Ja. En nu? Maakt niet uit. En dan hier nog eens lichten. En dan op. Nog eens in de keer met die poot vallen. Nu kan ik mijn docking station een klein beetje naar achteren duwen. Zo. Voilà. Mijn beeldscherm weer allemaal achteruit duwen. En dan kan ik hier dus de stuur opkoppelen. Even kijken. Zo dus. En dan vastdraaien. Die helemaal niet zo ver moeten opendraaien. Voilà, die staat. Klein beetje rechter zetten. Dan deze koppelen aan mijn USB-poort. Voilà. Dan nog mijn pedalen. Moet ik ook nog monteren. Dus die gaan we ook even gewoon open doen. Dan die kabel even insteken. Liever dat hij dan langs deze kant komt. Hè. Oké, zo. Voilà. En nu even gaan we testen als het werkt. Kijk eens hier, voilà. Het eerste gedeelte van Euro Truck Simulator 2 is hier ook geïnstalleerd. Eens even testen gaan, hè. Kijken als het werkt. Zo, hier nog even bij mijn maatje aangekomen. Nu denken jullie van, what the fuck? Ja, what the fuck. Ah, dus jullie moeten niet te rap beoordelen. Dank u, mensen. Dank u. Bart de Wever achter mij. Oh, die ligt er half af. Allee. Ik ga eens uitstappen.
En dan gaan we eens richting Vermoeden. We gaan daar eens eentje lekker drinken. En wat vieren dat ik mijn stuur heb. Hè. Zo allee, mensen, veel geweldig op mijn appartement aangekomen. Eerst had ik een hele grote schrikaanval. Ook richting naar jullie toe. Paniekaanval. Een paniekaanval, ja. Oké, merci voor de verbetering. Dus ja, kleine paniek. Ja, paniek, kleine. Het was een grote. We kunnen bij hem kunnen geruststellen. Ja. Toen zei dan in één keer, schat, uw rugzak ligt hier toch op de achterbank. Hij zei van, oef, oké. Want jullie zaten erin, hè. Jullie, hè. De GoPro. De GoPro, ja. Dus dat betekent dat ik dan een ganse week, dus van zaterdag tot en met zaterdag, dus dat niet kon vloggen. Hoe moet ik zoiets gaan uitleggen aan jullie? Ja, mensen, ik ben mijn rugzak vergeten. En daar zit mijn GoPro in. En ja, ik kan geen beelden meer maken. Maar met mijn gsm is het echt zeer slecht kwaliteit geworden. En dan nog slecht nieuws. Zowel voor mij als ook voor mijn vriendinneken als voor alle rokers. Ik wil een pasje sigaretten gaan kopen van 20 euro. Ja. Eerst onder mijn neus door. Die van 20 euro zijn 25 euro geworden. Wam! 5 euro duurder. En wacht hè. Oh, mijn sigaretten liggen zie ik ook nog in de notto. Waarschijnlijk, dat is geen idee. Ja, ik heb hem niet bij, dus ik ga nog eens een keer terug naar mijn notto moeten. Ik geef hem wat morgen terug dan, hè. Oh, oké. Okay. Weet jij hoeveel sigaretten dat er... 53, dacht ik, dat erin zaten, hè? En welke? En die van 20. Heb je nog zo'n groot pak? Kijk eens hoeveel sigaretten dat erin zitten. Want ik wil een kleine berekening doen. 53 wordt 20 euro. Ja, oké. Okay. En 21 euro 5... Ja. Voor 40. Oké. Okay. Dus dan gaan we de calculator eens erbij halen. Of beter gezegd, de rekenmachinetje, als ik het vind. Op mijn gsm. Nee, niet direct. Reken. Voilà. Dus er zaten 43 sigaretten in. Even laten opstarten, hè. Het duurt wel lang, hoor, voor een rekenmachine op te starten. Dan heb ik nog eens een keer reclam. Gewoon basic. Oké, C. Dus daar zitten 53 sigaretten in, gedeeld door 20 euro. Dan rookten we aan... Nee. Dus 20 euro gedeeld 53 sigaretten. We rookten dus aan 37 eurocent... pak 38 eurocent per sigaret. Toen het nog 20 euro was, hè. Nu kost het 25 euro gedeeld door 53 sigaretten. Nu is het al 47 euro geworden. Dus 10 cent per sigaret duurder. 10 cent per sigaret duurder. Wanneer? Mensen. Oh, schat. Ja, schatje? Ik ben mijn lader weer vergeten te gaan halen. Ja, dan moet je wel een kabeltje van mij hebben, zeker. Maakt niet uit welke, denk ik. Ja, nee. Even uit de knoop halen, mensen. Oh, pak die maar mee naar de kamer, want ik denk dat je die ook nodig hebt, hè, die andere. Ja. En mensen, we hebben goed kunnen praten. En wat jullie fabeltjes zijn, hè. Ik lag daar gewoon mee. Tja. Dan lag ik mee met die screenshots wat op Discord is verschenen. Hint. Maatje.
Echt waar, mensen. Hoe halen jullie in het hoofd? Ik vraag me dat soms af. Van waar halen jullie die informatie van? Ja. Dat vraag ik me dus soms zo af. Hè. Waar halen jullie die nieuws dat mijn maatje iemand anders er heeft? Ik snap dat niet. Voilà, daar is al ene kabel goed uit elkaar gehaald, goed uit de knoop. Nu nog de tweede kabel doen. Dus ik trek daar zo altijd aan, voilà. Maar pas op als je dat doet, want dat kan heel heet worden, want je zit een wrijving bezig. En dat is een kabel van 3 meter. Voilà. Bij deze ga ik ook dan de vlog beëindigen. Ik ben heel content met... ik ga het even bijhalen. Voilà. De stuur. Voilà. De stuur. Woehoe. Met pendalen. En ik heb er dus vandaag al ene livestream al over gedaan. En ik vond dat machtig om te rijden. Maar ik moet wel een maar geven. Ik moet morgen redelijk vroeg op. Jullie denken, ja maar het is toch zondag. Dan moet je toch niet vroeg gaan op gaan staan. Toch wel hoor. Want ik moet met een collectorsbusje van het Rode Kruis. Gaan staan aan de sporthal De Alk bij de verkiezingen. Ga ik dan nog iets doen vandaag? Ja, ik ga nog naar familie kijken. Familie dat gaat ook nog. En dan nog zelfs de Rode Duivels tegen Luxemburg. Ze zijn nog niet bezig, hè, mensen. Ze zijn nog niet bezig met achter de balken te rennen en proberen af te pakken. Nee, daar zijn ze nog niet mee bezig. Dus mijn pronostiek is voor België... Hey, mijn vorige pronostiek is uitgekomen, hè, 2-0. Ah. Mijn pronostiek voor deze keer tegen Luxemburg... Ik hoop dat het ook uitkomt. Ik ga er één doelpuntje bij toevoegen. Dus, 3-0 voor Luxemburg. Dus 3 voor België, 0 voor Luxemburg. Ik hoop dat, hè, oprecht. Hè. Dat is mijn pronostiek. En dat is hopelijk dat mijn pronostiek uitkomt. Oh, dan ben ik weer al heel blij. Hè. Dan ben ik weer al heel blij. Heel blij. Maar liever heb je toch wel 5-0? België. 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 Is er leven na de dood? Nee, zo is het niet waar. Zo is het niet waar, mensen. Ik ben maar eens aan het fantaseren. Ah ja, en als jullie ook dat vonken zien... Hopelijk hebben jullie ook gedacht aan Vaderdag. Ik ga nog eens even buiten kijken. Oh mijn god. Had ik maar beter niet gedaan. Oh, nu heb ik weer op buikpijn. Oh nee. Ja, ik ben mijn Vaderdag deze keer eens vergeten. Omwille van... Ik snap het niet. Deze jaar is er echt heel weinig reclame rondgemaakt rond Vaderdag. En daarbij dat ik het niet wist dat het op 9 juli was. Oeps. Oeps, I did it again. I'm blaming your heart. Voilà. Maar nu ga ik deze vlog afronden. Yippie-ka-yay, yippie-ka-yoho, yoho, yoho. Vergeet geen duimpje omhoog te doen.
Vergeet hieronder niet te abonneren. Vergeet ook niet om dat belletje te drukken. Zo blijven jullie op de hoogte van als er een nieuwe vlog online komt. Of als er een andere video online komt. Of als er een livestream is. Of als ik een postje heb gemaakt bij community. Of een leuke short movie. Dank u, dank u, dank u. En ook richting Enzo Knol. Echt waar. Een uur vlog van de bevalling. Die moet ik gewoon nog gaan bekijken. Je moet het maar durven zo online te zetten. De bevalling. Dus, maar ik weet niet eens wat voor beelden dat er al online staan. Dus ik kan er niet over beoordelen. Voilà. Bij deze heb ik alles gezegd. En zeg ik nu als altijd als afsluiter. Yo, 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 yo,